je dat gevoel, je bent uh, lekker een natuurkunde toets aan het maken en de, je komt bij een vraag en je weet even niet meer wat je moet doen. En uit paniek ga je uh, je dubbinas pakken, je gaat er doorheen bladeren, je gaat de vraag nog een paar keer opnieuw lezen, maar je komt er maar niet uit. Bedenk dan in dat soort, soort situaties of je hebt nagedacht over uh, het zogenaamde examenwerkwoord. En het examenwerkwoord is vaak het eerste woord... Van een vraag of een opgave bij een goede natuurkunde toets. In het echte examen zitten ze vrijwel altijd erin. Maar ook in gewone toetsen beginnen de vragen meestal met een examenwerkwoord. Hoef trouwens niet altijd, want het is niet verplicht om een vraag te beginnen met een examenwerkwoord. Maar we gaan ze wel heel vaak tegenkomen. En daarom dat ik in deze webles een tiental examenwerkwoorden ga behandelen, zodat je nog beter weet. Wat er van jou verwacht wordt wanneer jij zo'n woord ziet staan als eerste woord van een vraag. Let er wel even op dat uh, de examenwerkwoorden van natuurkunde misschien wel dezelfde woorden zijn als de examenwerkwoorden bij bijvoorbeeld wiskunde. Het eerste werkwoord wat we gaan bekijken, is het werkwoord bereken. En uh, deze is natuurlijk heel bekend. En eigenlijk weet iedereen ook wel wat je moet doen als je berekenen ziet staan. En je moet dan vaak een grootheid van een grootheid de waarde uitrekenen. En dat ga je doen. Door de gegevens uit de vraag te gebruiken, door je BINAS eventueel te gebruiken en natuurlijk door jouw voorkennis te gebruiken de kennis die je in je hoofd hebt zitten, omdat je je hebt voorbereid op de toets. Wat is nou belangrijk? Nou, belangrijk is dat uh, bij de uitwerking je elke formule die je gebruikt ook duidelijk noemt en dat je ook elke stap die je neemt ook duidelijk uitlegt aan uh, degene die jouw toets gaat nakijken. Daarnaast is het bij bereken ook nog wel erg handig wanneer je, laat ik het maar noemen, aan nazorg doet. En dat kun je doen aan de hand van de drie strepen methode. Nou, we gaan dadelijk kijken wat die drie strepen methode dan inhoudt. Ik weet zeker dat je het al wel eens eerder hebt gehoord of gezien. En dat gaan we doen aan de hand van een voorbeeld. En het voorbeeld is heel simpel, want het gaat hier niet om de natuurkunde, maar meer om de toepassing van het examenwerkwoord berekenen. Voorbeeld is, bereken de verplaatsing van een vallende kogel tijdens de eerste 2,0 seconden. En daarbij uh, moet ik wel zeggen dat je de kogel loslaat vanuit je hand. Dus de kogel begint met de snelheid 0. Nou, Dan helpt het natuurlijk wanneer je herkent dat dit een vrije val is. En wanneer je dan ook nog uh, in je hoofd hebt zitten dat bij een vrije val de versnelling bekend is, want dat is gelijk aan 9,81 meter per seconde in het kwadraat. Dan ben je al heel eind op weg. Noteer het ook. En noteer dan ook de formule die je gaat gebruiken. En dit is de formule die ik ga gebruiken. En dat kun je dan uitrekenen. Dat is voor nu eigenlijk helemaal niet zo heel belangrijk. Maar dat komt dan uit 20 meter. Nu gaan we nog even de nazorg doen. We gaan op drie dingen letten. En wanneer ik uh, erop gelet heb en het is uh, oké, okay, dan zet ik een streep onder mijn antwoord. Het eerste waar ik op ga letten, is, heb ik een eenheid achter mijn antwoord gezet? Nou, dat is uh, meter afstand. Dus die staat er. Heb ik significante cijfers? Heb ik daar rekening mee gehouden? Heb ik ook gedaan. En derde, niet onbelangrijk, geef ik eigenlijk wel antwoord op de vraag, heb ik de goede grootheid uitgerekend? Nou, dat heb ik ook gedaan. Het tweede examenwerkwoord is ook een hele bekende, dat is bepaal. Wanneer een vraag of opdracht begint met bepaal, dan weet je dat je een grafiek of een figuur moet gebruiken. Of wellicht een eigen tekening moet maken om daarmee een grootheid vast te stellen. Om een grootheid af te lezen of om een grootheid uh, te bepalen. En uh, dat staat bij binnen de marges. Uh, wat bedoel ik daarmee? Nou, dat bij een bepaalvraag je altijd een klein beetje van het juiste antwoord af mag uh, zitten. Je moet het antwoord geven. En als het antwoord maar dicht genoeg ligt bij het antwoord van uh, het uh, correctiemodel, dan heb je het goed gedaan. Wat nog steeds belangrijk is bij uh, bepaalopdrachten, is ook dat je hier goed benoemt. Welke natuurkundige principes je gebruikt en welke formules je gebruikt. Noteer die formules ook. En vergeet ook niet dat je bij een vraag ook best nog wel eens moet kunnen gaan rekenen. Dus een bepaalvraag sluit niet uit dat je ook moet berekenen. Tijd voor een voorbeeld. En de voorbeeldvraag is bepaal de versnelling op t is 5 seconden en ik krijg er een grafiek bij. Aan het woord bepaal weet ik al dat ik iets in die grafiek moet doen. En ik heb mezelf goed voorbereid op de toets. Dus ik weet dat ik een raaklijn moet tekenen die aan de grafieklijn raakt op het tijdstip 5 seconden. Ik moet de stijlheid van die raaklijn bepalen, dus ik moet waarden aflezen in mijn grafiek. Ik ga een formule gebruiken en ik schrijf die netjes op. En ik bereken tot slot A. En ook met het antwoord van deze vraag kun je de drie strepen methode gebruiken. En. Op het moment dat a niet te ver af ligt van het antwoordmodel, dan is de vraag goed beantwoord. Derde werkwoord is leg uit. Dat is eigenlijk de derde belangrijke. Want die drie berekenen bepaalde leg uit. Die zie je eigenlijk wel het meeste tijdens toetsen en ook tijdens eindexamens leg uit soms staat er een ander woord staat er bereden neer. ja wat moet je doen bij een leg uit vraag ja, dan moet je gaan combineren je moet de gegevens uit de vraag gaan combineren met de voorkennis die je al hebt en wellicht ook uh, gegevens die in bina staan eigenlijk altijd moet je wel een denkstap doen bij een leg uit vraag vaak zijn er nog uh, meerdere denkstappen en um, Wanneer je dan je antwoord uh, geeft, moet je op het volgende letten: Let erop dat je, als je formules gebruikt, je ze hier ook benoemt en opschrijft. Dat je de natuurkundige principes ook goed benoemt. Uh, dat je de gegevens opschrijft die je gebruikt. En dat je elke denkstap kort toelicht. Voorbeeldje: Leg uit waarom een magnetron van 900 watt een kleinere weerstand heeft dan een wekker van 1 watt. Ja, hoe gaan we dit aanpakken? Dat gaan we doen door uh, eerst eens goed te kijken welke gegevens heb ik eigenlijk gekregen in de vraag. Nou, in de vraag staat dat een magnetron een veel groter vermogen heeft dan een wekker. Ik haal uit de bina's of uit mijn voorkennis deze formule P is U mal I. Ik weet dat voor allebei de uh, apparaten de spanning U hetzelfde is. Dat is namelijk de spanning die het uh, stopcontact uh, verzorgt. Die is 230 volt. En hieruit kan ik dan afleiden dat de stroom door de magnetron die door de magnetron gevraagd wordt, groter is dan de stroom die de door de wekker loopt. Dan haal ik er nog een tweede formule bij. R is U gedeeld door I. En omdat die U bij de magnetron en bij de wekker gelijk zijn, kan ik hieruit opmaken uh, dat de weerstand van de magnetron kleiner is dan de weerstand van de wekker. Vierde examenwerkwoord. Toon aan. En uh, dan krijgen we in twee variaties. Toon aan dat. Of toon aan of. We gaan dadelijk kijken wat het verschil is. En het fijne bij een toonaanvraag is dat je het antwoord of het mogelijke antwoord krijgt. En wat jij moet doen is eigenlijk controleren of dat antwoord klopt. Eigenlijk moet je laten zien hoe je aan dat antwoord komt. En uh, dat doe je dan uiteindelijk toch weer door een berekening te doen of een bepaling of uh, iets uit te leggen. Bij een toonaan of heb je altijd nog de keuze, want je weet nog niet zeker of het antwoord dat gegeven is, of dat dan ook klopt. Dus vergeet niet om altijd te eindigen met de conclusie. De conclusie luidt dan ja, het klopt of nee, het klopt niet. Bij een toon aan dat weet je al wat eruit komt en dat heeft ook meteen een valkuil, want dan kan het best zijn dat je gaat rekenen en je niet tot het juiste antwoord komt. Terwijl het antwoord wel gegeven is, kom jij er maar niet op. Blijf daar niet te lang aan ha hangen. Uh, als je daar langer dan een minuutje of tien mee bezig bent en je komt niet op het goede antwoord, laat het dan rusten, kijk er later nog eens uh, naartoe of anders vertrouw erop dat je toch wel heel veel dingen misschien wel goed hebt gedaan. Misschien is het gewoon een klein rekenfoutje en heb je toch het grootste gedeelte van de punten al wel binnen bij deze vraag.